Zo! Ja, had hij even te pakken, hè? Kijk hem, naar beneden! Ik ga zwemmen! In mijn Guardian Lemon! Goh, hij doet het weer! Gewoon weer! Iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. En ik ben oprecht nog nooit zo vroeg aan mijn bed gekomen in de ochtend. Maar dat is niet zomaar, want vandaag is een hele leuke dag. En dit staat ook al, ik denk, een goede 2 jaar op de planning. Of nou ja, 2 jaar geleden is het ooit een keer ter sprake gekomen. Helemaal op de planning stond het niet. Maar ik ga vandaag een dagje mee met Martijn Kuipers. De meeste van jullie zullen hem wel kennen. Het is de vrachtwagenchauffeur en inmiddels ook een goede vriend van mij. Want sinds een jaar chillen we af en toe. We hebben een jaar geleden voor het eerst, of ruim een jaar geleden voor het eerst, wat samen gedaan. Daarvoor wel lang contact gehouden via social media. En ja, dat klikte gelijk goed, was gelijk gezellig. Dus vandaag ga ik een dagje mee in zijn wereld op zijn werkdag. Ik ben benieuwd hoe zo'n werkdag eruit ziet. Normaal gesproken ga ik altijd met mijn pa mee natuurlijk. Maar dat zijn internationale ritten meestal. En dit is gewoon in Nederland. En sowieso ook voor een ander bedrijf. Want jullie weten, of de meeste van jullie zullen weten, Martijn rijdt voor Simon Loos en mijn vader rijdt voor andere transportbedrijven. Dus ik ben benieuwd hoe het wordt. Het wordt sowieso super gezellig. Ik stap nu snel de auto in. Ik heb even snel een bakje koffie gehaald. En dan ga ik naar de zaak toe. Martijn heeft het adres doorgestuurd. Ja, dat is wel lekker aan zo'n tijd, hé. Iedereen ligt nog in zijn nest te rotten, dus de snelweg is helemaal leeg. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik moet nog wel een beetje wakker worden. Oké, gaan, Pieter, daar zullen we hem hebben. Martijn, hij doet nu het hekje open. Dan kunnen we de auto parkeren ergens op het bedrijventerrein. En dan gaan we volgens mij maar eens even de wagen opzoeken. Kijk eens aan, daar zoom we mee. Die dikke Scania. Een hele goede morgen. Morgen, bak koffie voor in Scania. Ja, natuurlijk, even een bakje pleuren haalt. Ja. Lekker man. Ja, we gaan even de spullen uit de auto rammen, had ik begrepen. Want ik denk van, waar gaan we die auto neerzetten, joh? Want die auto staat er natuurlijk de hele dag. Ik wil niet in de weg staan. Maar ja, een tassie mee, werkschoentjes mee. We gaan natuurlijk niet een kilometer mee lopen. Dus die zetten we gelijk even in de wagen. Hey Freek, daar ligt hier de stuur. Ja, klopt, ja. Dit is precies. Ja, want dat stuur hing altijd aan je muur, toch? Thuis, ja. Ja. Die had ik ook al in mijn oude wagen. Mijn wagen. In je wagen. Nou, ik kom zo verder wel even binnen bij je speaker. Maar eerst gaan we even de auto parkeren. Hoppatee. Ah, super. Kijk of alles goed staat. Nou, dit pak je eruit, want ik ga nooit met schoenen erin. Deze voor collega's. Dat als er collega's mee moeten rijden, of s'avonds wegzetten, dat ze niet op een mooie vloer zitten met hun schoenen. Ja, maar ja. Ja, jij hebt het liefst schoon, hè? Ja, ja. Altijd keurig, netjes. Maar hoe noem je het ook weer als je zeg maar, zo'n tweede wagen erachter hebt? Een LZV, toch? Nee, dat is een aanhangwagen. Dat is een aanhangwagen. Een LZV is eigenlijk hetzelfde, maar dan een trailer. Zolang als een trailer. Gewoon een trailer. Oh, omdat deze wat korter is, is het een... Ja, aanhangwagen. Ja. Ah, oké. Okay. Omingwagen. Kijk, nu is hij uitgeschoven. Ja. Hij zat net op dit standje. Ja. En dat is dus om door te laden, want ik kan er eens gewoon... Kijk. Oh, je kan nu de deur open doen. Hier zit de klep. Oh ja. En die valt dan in die bak. Maar nu is die klep te kort. En hoe langer je die klep maakt, hoe zwaarder die klep wordt. Ja. En hoe minder gewicht er overheen mag. Dus nu is die klep heel dus dit kort. Is gewoon een techniek om ervoor te zorgen dat je in principe meer mee mag. Omdat anders, als je dit zou moeten aanpassen, dat het te zwaar wordt. Ja, nee, dat is omdat je hem zelf niet meer die klep omhoog krijgt. Dus die klep valt er zo in. Maar als je nu een klep maakt van 1,20 meter, dan wordt die klep veel te zwaar. Kijk, je hebt al sporten, Pieter, of niet? Ja, zeker. Maar mijn collega's doen dat niet. Dat is voor iedereen... Leg. Wat heb je altijd voordat je gaat? Heb je altijd even een standaard rondje om de wagen, of dat niet? En waar let je dan zo op? Nu liggen mijn papieren daar. Die liggen normaal in de cabine. Kijk hoor. Kijk, ik heb het zo geladen. Dat Ede, dat is 12 om 11. Of 2 om 11, sorry, 13. Dat is, die staan nu hier. Dat zijn palletnummers of zo? Nee, aantal. Dus de aantal pallets. Oh ja. Maar we komen toch langs Ede op de heenweg. Dan zet ik die aanhangwagen in Ede neer. En dan gaan we die eerste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adressen gaan we alleen met de motorwagen, want die zit in de motorwagen. Ja, dat scheelt dan weer gewoon. Ja. Ja. Hoef ik niet constant die aanhangwagen mee te nemen. En die 1 euro, dat is deze, Culemborg denk ik. Ja, dat is heel mooi, dat staat hierin. Die is voor Fauna Land. Culemborg, dus dat kunnen we toch op de terugweg doen. Goeie klemtoon, Fauna Land. Fauna Land. Maar wie zet dit, wie zet dit klaar dan? Heb je dit gisteren zelf gedaan? Nee, dat is... Dit wordt gewoon gedaan. Opslag, ja. Wij komen zeg maar
tussen de 12 en de 15 uur komen we binnen. Ja. Dan zetten we die wagen voor de deur, we tanken hem af en ze gaan hem s'avonds hier laden. Dan komt dus s'avonds alles hier binnen en dan laden ze hem s'avonds vol. Oh, kunnen wij hem meenemen. Ja. Oké, gewoon aankomende wegrijden. 730 pk, hè, die. Echt? Ja, dat is de enige die meer pk's heeft dan die van mij. Hoeveel heeft jouw is dan? 520. En als enige V8 met het nieuwe model. Is dat zo? Zeker. Zeker. Kijk, shit erop, man. Oh, je hebt gewoon je eigen pompwagen, Dick. Yeah. Yeah. Oh ja, twee robotijners. Heel goed. Nou, even controleren of de boel maar klopt, denk ik. Ja. Nou, dan gaan we toeren. Co-piloot. Co-piloot. Nou, is goed jong, je stapt maar even in, hè? Ja, dit is even een keer wat anders. Ik had al aan de vlog uitgelegd dat, kijk, ik ga natuurlijk wel eens met mijn pa mee. Maar ja, dat is dan gelijk een paar dagen richting Zweden, Duitsland, Oostenrijk of whatever. Dit is keihard werk, hoor. Dit is niet, Ja, dit zijn gewoon, hoeveel locaties heb je nou vandaag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adressen. Nou, 8 adressen in één dag. Ja, van nu naar Groenlo hier. Dus dan zetten we eerst de aanhangwagen in Ede neer. En dan gaan we... zonder aanhangwagen gaan we Groenlo, Duiven, Nijmegen, Arnhem doen. Dan gaan we terug naar Ede om de aanhangwagen te lossen. En dan nog naar Culemborg. Dus nou ja, en misschien moeten we in Ede nog eventjes pallettrailer leeghalen. Daar staat wel eens een pallettrailer. Want iedereen krijgt al dat retourspullen mee terug. Maar niet iedereen kan het terugbrengen of gebruiken, zeg maar. Ja. Om vervolgens weer te kunnen laden, moet je gewoon een lege bak hebben. Dus dan verzamelen ze dat daar allemaal en ik ga dan terug naar de zaak om vervolgens morgen weer zo'n rit te kunnen doen. Soms moet ik ook overnachten, dat heb ik ook aangegeven. Nou, hij heeft weer een sleutel, had al lang die poort voor me open kunnen doen. Dan had ik niet hoeven remmen, dan had ik zo naar boven kunnen rijden. Nu raak je heel erg aan te remmen, hup, hekje open. Hé, maar het ziet er wel vet uit, man, dat stuur. Ja, fucking dik. Ja, fucking dik. Hij hing eerst bij Martijn in de woonkamer aan de muur. Dus ik denk, ik ken dit stuur ergens van. Hij is grijs. Vroeger was deze grijs. Maar die heb ik nu mat zwart laten spuiten. Komt beter bij het dashboard. En deze heb ik tuning. Grijs laten spuiten. Want het komt ook weer een beetje terug in mijn deuren en in mijn gordijnen. Ja. En deze normaal gesproken ook zilvergrijs. Morgen! Morgen! Maar heb je dan op je originele stuur geen knopjes en zo wat je nu mist? Ja, maar die heb ik heel keurig hier een dashboard weggebouwd. Oh joh. Oh ja. Hier, dit zat rechts op mijn stuur, dus zo kan ik... Ah, ik moet nog even wat doen ook. En hier zit namelijk cruise control, die heb ik ook ingebouwd. Die zit normaal gesproken onder in mijn stuur. Oké. Okay. Hier zit van een bakenkoffer in de schoonmaak. Een bakenkoffer in de schoonmaak, ja. Ja, dat komt van vrienden van ons. Wij hebben natuurlijk ook meerdere standplaatsen in heel Nederland, maar ook in Tiel en Geldermalsen. En mijn maatje Reinier, die kreeg toen een keer, nou niet woorden, hij geraakte gewoon in gesprek met de chauffeur uit Tiel. En die had een koffiezetapparaat en toen zegt Reinier, wat moet je nou met een koffiezetapparaat in die auto, joh? Hij zegt, je kan overal koffie halen, wat moet je met zo'n ding in je wagen? Hij zegt, even een lekker bakje koffie voor in mijn schoon. Hij komt uit Utrecht. Dus zo zei hij dat. En sindsdien zeggen wij dat ook altijd. Nou, dat is gaar niet aan. Oh, wat een heerlijke uitspraak, zeg. Zo, en zo snel dat het gaat en gezellig dat het is, zijn we alweer bijna op de eerste plaats van bestemming. Nee, in principe niet. De eerste plaats waar we moeten lossen is Groenlo. Daar zouden we in één keer naartoe kunnen rijden. Ah. Om het makkelijker te maken zetten we de aanhangwagen in Ede. Ik wou zeggen, want ik zeg Ede... Ja, zuurstofzoek. Ik denk al, ik zag Ede 13 kilometer, ging ik weer binnen de baan. Ah, ja, ja. Nee, maar ik vroeg me af, kijk, je hebt natuurlijk best wel vroege tijden, om het zo maar te zeggen. Ja. Heb je nou... ja. Heb je nou nooit dat je af en toe achter het stuur zit, dat je denkt, goh, ik flikker zo meteen in slaap? Nee, nooit. Nee? Ja, daar ben je wel aan, denk ik. Nou ja, vroeger had ik het wel, hoor. Ja? Dat ik echt van 18 tot en met... Nee, niet dat ik nou elke week in slaap viel. Maar je merkt wel dat als je jonger gewoon bent, dan heb je daar meer last van. Ik heb eerst ook in Zaandam gereden. Toen reed ik niet verder dan Utrecht. Dan was het gewoon Zaandam laden. Ja. Voor Simoloos ook. En dan ging je naar een winkel van Albert Heijn. Dat was of Den Helder of Utrecht het verst. En dan had ik soms naar Utrecht dat ik dacht van, pol, ik ben blij dat ik er bijna ben, hè. Ja. Ja, dan viel ik zwart in slaap. En daarna ging ik naar Wognum. En toen kwam ik in dit werk terecht, zeg maar. En dan moest ik ook wel eens naar Weert, naar Maastricht. En dan moest ik gewoon twee keer stoppen. Maar als ik nu dat ga zitten, zoals bijvoorbeeld nu in Groenlo ook. Het is gewoon van de kop van Noord-Holland naar in één keer de Duitse grens. Ja. Ja, nul problemen. Ja? Ik weet, nou ja, heb ik nu geen last meer van. Maar toch, ja, ik denk ook wel dat je eraan bent. Ja, je wordt gewoon getraind. Ja.
Ja. En kijk, zoals ik sta normaal gesproken nooit rond deze tijd op. En nou, net dat mijn wekker ging, ik ben wakker, weet je wel. Ik sta op de auto en dit en dat. En we zitten hier even lekker een beetje in de wagen, een beetje muziekje te luisteren, een beetje te zitten. En net een afleveringetje te kijken van Roddelpraten. En op een gegeven moment dacht ik, god, ik ben eigenlijk best wel... Ik ben niet moe, maar ik voel wel aan mezelf dat ik denk, oh ja... Het is nog echt vroeg, ja, weet je wel. Ja, het is een korte magie. Ja, maar ik ben het helemaal niet gewend. Nee, natuurlijk. Dan heb je er wel meer last van, hoor. Ja. Als je niet gewend bent. Ik kom net uit de luiers, dus dan heb je er sowieso meer last van. Net droog achter die oren. Net droog achter de oren. Zo, eind bij Appetee. We zijn op de plaats van bestemming waar we de trailer even gaan lossen. Zo, eind bij Appetee. Daar gaat hij open, dat ding. Nou, zo de godsganse klootzak. Ik wist dat je dat ging doen, hè. Ai. Nou, morgen we zijn weer wakker, hoor. Nou, hier kunnen we de anhang morgen kunnen we hier mooi droppen. Dan hebben we niet de hele dag niet mee te sjouwen. Kijk, komt Jan, hè. Knippie. Het is wel leuk om te zien. Ja, voor Martijn is het soms ook wel gekhuis natuurlijk. Maar ik vind het heel erg leuk om te zien dat onderweg zo intens veel andere vrachtwagenchauffeurs naar Martijn knipperen. Omdat ze hem natuurlijk kennen van het welbekende knippie. Dus ze doen allemaal even knipperen met hun lichten of even zo van skit rond. Kijk, lampjes aan. Het is gewoon een rijdende vuurtoren eigenlijk. Gor. Ik vind het maar knap, hoor. Kijk, hij doet het natuurlijk al een paar jaar. Maar zo'n groot ding besturen, hoef je mij niet voor te vragen. In ieder geval met de aanhangwagen, want ik heb met mijn vader wel eens vaker gereden. Maar dit is een partij stuurwerk, hoor. Ja, keurig, hoor. Hai. Voordat ik die verlichting afhaal van de aanhangwagen, ja? Gaat er natuurlijk niet vanaf. En waarom moet je hem altijd recht zetten? Als je hem gaat aankoppelen, is het ook makkelijker. Want dan kan je de bakken recht op elkaar. En dan zit je nooit naast te prikken met die rail. Nu ga ik toch even checken. Dus ik check. Wat gaan we nu checken dan? Of er niks in zit wat we toch mee moeten? Kijk, stel nou dat er per ongeluk wel wat in zit wat in die motorwagen moet zitten. Dan moet ik straks misschien wel 80 kilometer omrijden. En dat, dat is gewoon te duur. Kijk, het gaat. Het is allemaal van eten. Ja, ik ben zo vreemd. Oh. Als ze de aapje klimt hier naar achteren. Ja, allemaal eten. Helemaal maar deze klant is voor hier iets verderop. Dus dan hebben we de hele dag de aanhangwagen niet meer nodig. Is ook een stuk zuiniger met rijden. En voorin zitten klanten, die moeten we met de motorwagen doen. Oké. Okay. Adem. En twee. Huppatee. Oh. En hier staat het veilig, want dit is het terrein van onszelf. Ja, zei je net. Hè? Ja, je zei net tegen mij, maar niet tegen de vlog, maar hier staat het inderdaad veilig aan. Dus dan gaan we die rotzooi eraf halen, de slangen en de triangel opengooien. Kijk, dit is die pallet-trailer. Die hebben ze hier leeg moeten halen. Hier kon dus iedereen lossen. Die een paar palletjes retour hebben. Oren dicht. Daar ga je al, hè. Verkeerd. Oh ja, ja, dit is Martijn ding. Hij zit de verkeerde kant op. Kijk, zo kent dit is tegen de stroom in. Hij moet met de wind mee. Ja. Hij moet met de wind mee. Super. Stel nou, er gaat per ongeluk een fietsen. Zit een flyer dichtbij. Ja. Blijf daar aan hangen. Had niet gehoeven. Als je hem zo doet, niet, nee. Ja, dan kan hij blijven hangen, of je moet heel hard achteruit rijden. Ja, het is gewoon veilig, hè. De jongen is gewoon veilig. Wat trek je nou los dan, daar? Dat is de pin. De pin? Ja, dit is dus het trekkoord. Om daar al dat heet een vangmuil. Oh, om daaronder ja. Los te maken. Mang. En dan moeten we altijd voor de veiligheid, want nu de aanlaag is er vanaf, de klep een stukje laten zakken. Tik, laat ik op de triangel zakken, een klein stukje omhoog. Nou, waarom is dat dan? Dat er geen auto onderdoor kan rijden, want anders is hij te hoog. Oh ja. Dan stel dat er een auto achterop klapt, dan heeft hij de laadklep recht in zijn gezicht in plaats van op zijn bumper. En je moet kreukels om hebben. Ja, nou laten we hopen dat het niet gebeurt in ieder geval. Nee, ik heb wel leukere dingen, zeg maar. Ja. Daar waar zit jij het erbij, jongen? Daar met een bord zit nog zo'n paal, dan kun je weer dezelfde code in toetsen. Als ja, dat je het niet meer weet, staat ook op dat bord. Oké. Okay. Appetee. Kijk, is die weer los? Die zien we later vandaag. Wij gaan er weer van tussen. Ja, dan begint het zonnetje alweer lekker op te komen. En ik heb het gevoel alsof we al een hele dag bezig zijn, maar het begint nu pas licht te worden. Het is 7:55. Huh? Zo laat al? Oh, ik dacht dat het echt 6:30 of zo. Geen idee. Nou, het wordt natuurlijk ook. Ah, dat is die wintertijd. Zie je, ik raak helemaal van mijn afgevallen. Ja. Ik kan er niet tegen. Ze zit aan je klokkie. Ze zit daar. Een keer wat anders dan zo. Ja, goed. Ja, ze zit aan je klokkie en gelijk heel de ram om naar de koren. Ik zag, jij hebt hier een heel mooi. Mooi tabletje. Is dat standaard of is dat gewoon een Martijn dingetje? Nee. Bij ons in die Simoloze vrachtwagens zitten allemaal zo'n tablet. Dat is wel top, hè? Want je kan nu precies zien waar je heen moet en wat je moet lossen of niet? Ja, want dan klik je erop. Dan kan je ook hier zien
Dat is namelijk met laden vooral belangrijk, want nu heb je de vrachtbrief al. Ja. Maar als je dus hierin kijkt, dan zie je dus elke opdrachtgever ook. En Rico, hoeveel e-pallet? Dus dat is niet heel veel, maar ja, we hebben 10 klanten natuurlijk. Ja. Met de ene is er één en met de andere is het één rolcontainer. En bij de die in de aanhangwagen staat, 13 pallets in één keer. Ja. Die ook nog gestapeld zijn, dus het zijn er misschien wel 20 of 30. Maar vooral met laden, dus als je kijkt, nu heb je niks op te laden. Want we krijgen wel retourspullen mee, dus dat staat erin. We reden hier net al langs duiven bij Jason. Nou, wat meer dan duiven. Maar wat mooi ook is, als je dus deze aanklikt, dan staat hier start, nu nog iets grijs. Maar straks als we stilstaan, kunnen we die aanvinken. Dan drukken we op start, dan kan de planning meteen zien, oh, ze zijn aangekomen in Groenlo. Nou, dat is top. Dat is allemaal gewoon doorgezet. Geautomatiseerd. Dus, en dan, dat systeem houdt ook bij hoe laat het is. Hier staat een bloktijd. Tussen 6 en 2, als dat systeem ziet dat je na 2 uur pas in Groenlo bent, wordt het in dat systeem meteen rood. Dan denkt die planner, hey, dat gaat niet helemaal goed. Ja. Dus als ze wat kunnen draaien, dan gaan ze dat draaien. Dat zie ik, hè? Of ze gaan mensen bellen, ja, ze kunnen ze het allemaal bijhouden. Want in Wolfstein moeten ze al dikke 100 chauffeurs plannen. Ja. Ze kunnen niet iedere chauffeur van tijd tot tijd bijhouden. Je moet wel eens wachten, want bij de Aldi in Groenlo gaan we zeker een kwartiertje moeten wachten. Want dan moeten we ons aanmelden via buizenpost. Dan sturen we het gewoon omhoog via zijn pijp, komt op kantoor. Die op kantoor gaat goedkeuren of het überhaupt mogen lossen. Dan gaat het pas naar de werkvloer waar de deuren gegeven worden. En die, bij die deur gaat ze omroepen. Simonloos, deur 5. Simonloos, deur 5. Ja, 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 let maar op. Maar er zit dus iemand de hele dag dat te roepen. Ja, die moet ook de papieren controleren en de vracht controleren. Het zou je werk maar zijn, hè? Ja. Maar die roept dus ook via zijn speaker wat je bij je hebt. Of als er meer simoloos staan, gebeurt ook wel eens, gaat ook wel eens fout. Dan roepen ze simoloos, dan rijden er één keer 2 wagens weg en eentje hoort het niet zijn. Ja. Dus dan doen ze of je kenteken omroepen of wat je mee hebt. Bijvoorbeeld wij hebben nu Enrico en dan zeggen ze Enrico, wat denk je fijn. Het is altijd lepper op straks, je moet even je camera even bij de hand houden, want ze haalt ook altijd een keer. Maar het is altijd een beetje een gek stemmetje. Je kan ook het accent komen. Maar het is Simonloos. Simonloos, deur 33. Goh, moet je even kijken wat de file er staat aan de andere kant. Maar hopen dat die straks plein is. Ja, dat hoop ik ook voor ze. Schijfje. Vluchtstrook is anders vrij. Ja, ja joh, rap over die vluchtstrook. Die vluchtstrook, hè, huppatee. Ja, het eerste adresje bij de Aldi. Aangekomen, ja. Daar kun je al die boodschappen doen. Zeker. Ja, zeker. En wat moeten we hier nou lossen? Die Bertolli pasta saus. Tolly pasta saus. Ja, Tolly pasta saus, ja. Lekker. Kijk, hier zie je een heel klein deurtje. Leveranciersdocumenten. Ja. Dan kan ik dat zo laten zien. Huisie, papiertje erin. Wat een timing! Soms duurt het heel lang, maar dat was echt toevallig. En weg was hij. Ja, Martijn heeft net duidelijk de papieren ingeleverd, dan wordt het zometeen gecheckt. Zoals hij al zei, dan word je zometeen omgeroepen via... Kijk, je hebt zo'n luidspreker daar hangen. Dat is waar hij het over had met het rare stemmetje, dus dat is een beetje opletten. Maar ja, dan staan we hier voorlopig even keurig te wachten. Trailer hebben we natuurlijk in Ede neergezet, dat komt later vandaag weer. Deurtjes staan alvast open, zodat we zometeen makkelijk... Huppatee in één kunnen lossen. Dus als het goed is, volgens mij één pelletje, dus het valt op zich wel mee. Ja. Even wachten. Even wachten. Hé, hey, maar ik heb nog niet gevraagd. Ja, het is voor iedereen wel overduidelijk hoor, maar wat voor blok ligt erin? een V8 zoals er op de voorkant staat, maar het is een 16,5 liter, 520 pk. 520 pk'tjes. Ja, nou als dat in je auto zit, dan schiet je wel vrij. Maar dat is met een vrouw even iets anders, hè. Nou zit er ook heel veel newtonmeter koppel in. Iets van 3000 of zo. Wat? Hoezo zoveel? Om die vracht vooruit te krijgen. Knijter, dat zijn weer andere pk's en koppel als dat je ja, een tuurlijk. Auto hebt. Ja. 0 naar 100 in, 3 dagen. Zoiets. Simonloos en Rico, deur 5. En wat zei ik dat we hier naartoe reden? Deur 5. Nou, een keer door, hè. Heel sterk. Huppatee. Even de werkschoentjes om, denk ik. Zo. Tijd voor wat arbeid. Huppatee, daar gaat hij. De Bertolli. Dan zijn we daar weer vanaf. En nou pak ik deze meteen even. Als het goed is, ik ben er al een tijdje niet geweest, moet ik deze achterop met de heftruck lossen. Dan zet ik hem hier alvast daarin. Als ik de voorwagen daar laat staan, kan ik hem niet pakken. Vooruit, denk ik. Ja. Huppatee. Dat was een euro. En een euro pellet moeten we altijd ruilen.
Dus ik ga eventjes een Europellet pakken. Even rijden om te halen. Nou, toch geen nieuwe pallet. Nee, je hebt een blauwe mee, maar hoe zit dat dan? Blauwe. Een blauwe zit in de collectie en dat komt dus, Chap is, zo noem je die blauwe pallet, een Chap pallet, euro. Ja. En dat euro is vanwege het formaat. En dan heb je Chap en je hebt IPP. En Chap en IPP komen zelf de pallets weer mee terugnemen. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat hoeft nu dus niet. Nee, want nou ja, kijk, een euro, dat is zeg maar... Die kopen die bedrijven zelf, transportbedrijven, ja. En die moet je dan één op één ruilen. Ja, gewoon ruilen. Anders kost het een hoop geld, ja. Als je iedere keer de pallet lost en je neemt niks mee terug. Dat is top, ja. Dat is wat je wil. Dit zijn die blauwe pallets en dan dit zijn die euro pallets. Ja, hij leert het, hè? Hij leert het. Vroeger waren ze 25 gulden per stuk. Echt? Dus ja, als je er 33 lost. Ja, dat kost wel wat. Handen voor mijn klauwen. Ja. Handen voor het geld. Vrouw voor het geld. Zo, dat was het weer. We gaan gedag zeggen en weer lekker naar beneden. Bonnetje, compleet. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Moet eerst even stiksen naar voren dat je de deur fixt. Ja. Doe dat hier altijd of hoe doe je dat? Kijk hem, hij is helemaal wild. Hoppatee. Zo werk dat. Kijk, die kant op. Hey. Ik wil je even helpen hoe je dat makkelijk kan doen. Wat? Schoenen uittrekken. Want je zit iedere keer met die schoenen in je handen. Ja, hij is in mijn schoenen geloof. Dat is niet handig. Kijk, kijk. Kom maar. Kijk, ja. En dan nog wilder. Je kan natuurlijk niet twee schoenen tegelijk uittrekken. Nee. Dit is de laatste schoen die je uittrekt. Dat is bij jou precies andersom. Dus bij jou moet je dat met je rechtervoet doen. Dus ik geef eerst deze dikkie. Dat doe je los in dan. Dan doe je het niet. Kijk. Ja, jij hebt het vaker gedaan. Zeker. Ja, nou wordt mijn beurt. Nee, precies de andere kant. En je moet ook niet gaan zitten. Zo ja, die los. Nee, ja, doet die meest helemaal uit. Dat heb ik niet gezegd. Zo er blijven staan en dan die andere tikkie geven. Man, 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 man. Doe het net voor. Ja, je bent er bijna. Dan die andere nog even een tikkie geven. Ach, ach, ach. Nou, een kwartier verder. Ja, ik kan het gewoon niet. Ik kan het gewoon niet. Ik ben er gewoon onhandig in. Hier dan. Oh ja, oh, ja. Ja, jij doet het verdomme elke dag, joh. En nu versturen we het, beëindigen, einde. Nu staat het dus duiven in, dus nu kan de planning zien dat wij deze hebben gedaan. En ik zei, hey, goed bezig. Super. Super. En die kunnen naar de volgende. En nou is het te hopen dat er geen file meer staat. Locatie nummer 2. Hij wordt achteruit gereden. Ah, kijk, keurig aan de kant. En dit is even anders dan net. Net waren we bij een, noem je dat een distributiecentrum? Ja, van de dit ook wel. Alleen je gaat niet op een dok. Je gaat gewoon... Gewoon deur openen en naar binnen ramen met een hok. Juste Pieter. Heel de ladder af. Tijd voor arbeid, jongen. Huppatee. Dat kontje te zijn. Hoeveel moeten we er nou lossen? 6. Al die dozen. Niet al die dozen, maar al deze dozen. Ja? Die gaan er weer uit. Dat is allemaal kleding. Kijk, zit die keurig neer. Wordt het hier met de heftruck zo eruit gevist. Ja, systeem mooi, jongens. Het is ongelooflijk. Spatzuiver. Huppatee. Nou, dan gaat het. Dit is als goed is aan het kledingstuk. Hoor. Net hadden we de Bertolli saus voor de Aldi in uw kleding. Wat voor kleding meer krijg ik niet. Maar maakt het verder niet uit. De chauffeur gaat er ook over. De meeste heftruckchauffeuren moet ik wachten. Nou, bij deze niet hoor. Je bent gewoon traag, Jaapie. Het ding gaat niet uit. En waarom hebben we klapdeuren? Geen idee. Ik heb het vorige uitgelegd. Ik kan ook doorladen. Ja. Dus als hij ingeschoven staat, dan kan ik door middel van die klapdeuren. Want dan zit er ongeveer zoveel ruimte tussen. Oh ja, omdat die trailer erachter zit. Deuren, dan klapt hij tegenaan. Ja. En nu kan ik dus precies zo de deuren. Zo, kijk, heb je bijna geen ruimte nodig. Kun je zo ertussen dicht doen. Ja. Ja, zo van nagedacht, hè. Dat is ook met de voordeur van de Haringlaag. Ja. Maar ja, ik deed net eigenlijk de deuren dicht. Maar toen zei ik van, god joh, wat staan er veel pallets. Maar ja, die moeten we natuurlijk ook weer meenemen. Dus kende de deuren weer open. Ja, en daar staan er precies 6. Dus ik kan niet mooi dat stapeltje. Want we hebben er ook 6 gelost. 6 weer terug. Eerlijk is eerlijk. Verhuilen komt huilen, zeggen ze dan. Kijk, daar hebben ze. De pilletjes, die kunnen er weer bij. Dan zijn we weer compleet. Ja, hetzelfde. Hey, dankjewel, hè, werk ze. Hoi, hoi. Zo, Jack. Best gaan. Dicht dicht. Ja, locatie 2 zit erop. Hij rijdt weer naar buiten. En dan gaan we door naar de volgende. Het is wel mooi te shine, hoor, zo'n zonnetje. Super, hoor. In 3, 2, 1. Ik ga zwemmen in mijn Bacardi 11. Ja, we hebben het eindelijk gevonden. We hebben 3 uur in de ronde gereden.
vijf minuten. Ja, ja. Ja, we hebben het gevonden, jongens. Hier moeten we, wat gaan we hier lossen deze keer? Dus alvast voor kerstpakketten. Het is vandaag volgens mij 23 september. Kieken we. Toch, ja? Ja, 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 volgens mij wel. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. In zijn achteruit. Volle toeren, toeters en bellen gaan aan. 1, 2. Top. Ja hoor. Nou, het was weer een hele vracht. Precies één pelletje eruit. Super. Persoordeel, persoordeel. Zet de deur hier aan. Zet de grondwagen daaronder. Dan blijft ook alles staan. Dus één stand, dat is vol gas. En anders niks, rem is angst. We kennen maar één manier van gas en dat is vol gas. Oh ja, nou letterlijk, hij rijdt weg. Hé joh, mag ik nog instappen of hoe zit dat? Oh, die deuren moeten natuurlijk dicht. Nou, zullen we dat maar eens even doen. Hier, die kant op, hè, wind mee voor de fietsers. Maar eerst moet die deur dicht. Instijgen. Hapsakee. Kijk jongens, speciaal voor jou een deur. Het zou slecht weer worden, maar als dit zo blijft... Dan kennen we de zonnebrand uit de kast te halen. Nee, dan gaan we het terrasje pakken. Oh, lekker man. Hoi. Lekker in Arnhem of in Nijmegen, even een terrasje. Lekker hoor. Super. Kijk eens even, dikke schoon. Je had... Hop, zo. Ja, met buitenlands transport kom je op plekjes, maar dit is ook een partij mooi stukje Nederland. Zo, dat is niet Nederlands, maar een stukje mooi Nederland hoor. We zijn in Nijmegen, de one and only city, maar moet je opletten. Deze brug... Slijp. Ook gewoon de omgeving, het water. Het is allemaal vrij recent aangelegd, maar je ziet ook heel veel oude industrie. Ja. Daar hou ik ook altijd van. Daar rechtsachter zie je een oude fabriek. Daar hebben ze dus ook allemaal van die graffiti-wanden. Daar gaan we straks ook even naartoe om een paar fotootjes te maken. Vet hé. Kijk, Erikje die brug. Eerst even twee adressen lossen. Ja, als je erom wil. Ik ga wel even in het midden rijden, is mooi. Zo hé. Ja, dat is lijn, man. Ik weet niet, ik heb niet per se een fascinatie, maar ik vind het altijd interessant om naar bruggen te kijken. Omdat er dan elke brug heeft een andere, hoe noem je dat, structuur. Ja, bouw. Een andere bouw inderdaad. Maar je ziet altijd die driehoeken hangen. Terugkomen, altijd die stevige bouwconstructies en zo. Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Ja. Nee, ik vind het altijd wel leuk om te zien dat elke brug, er is geen één brug die op elkaar lijken. Ja, die heb je wel, maar ze zijn toch net even allemaal anders gebouwd. De lengte, de afstand is weer anders. Ja. Kijk hier dat je die oude fabriek. Ja, en daar rechts die graffiti containers. Oh ja, zo, het lijkt wel een beetje op NDSM-werf in Amsterdam. Ja. 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 Zo, binnen weer. De volgende locatie. Maar er staat nog eentje op de losplek, dus we moeten even wachten. Maar ja, kun je maar één ding doen. En is binnen even een bakje halen. Nou, die was sneller weg dan gedacht. Dus bakje plukken en even wachten. Wat niet kan wachten is de wagen, dus die gaat mooi naar binnen. En dat doet hij zo soepel, hè. Die jongen die heeft dat al zo vaak gedaan. En ditmaal is aan de beurt. Hey man. Man. Stuk of bijna alles. Stuk of bijna alles. Kijk, dit gaat weer mee, dus daar moet even een folietje omheen. Nou, dat is maar één manier van gas bij Martijn, dat is vol gas. Dus dan, kijk, hop, 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 sneller. Als je even zo doorgaat, dan heb je hetzelfde effect als dat je dit allemaal opzuigt. Volgende mag jij doen. Een beetje aantrekken ook, hè? Ja, ja, ja. Er is zo'n fortje omheen. Ja. Eén is voor Nijmegen, hier deze rolcontainers. City, ja, City Nijmegen. Ja. En die andere is voor Arnhem, ook in de City, man. Wat zeg je dan? We gaan nog even een keer. Heppatee. Nou, we hebben hier weer even een half uurtje gewacht. Nou ja, gelost en een paar minuten gewacht. Ja, dat. Gelost en een paar minuten gewacht, omdat ze rijtijd erop zat. 4,5 uur. Ja. Maar dan kunnen we weer even afstempelen, die rotzooi. Ja, partij. Nou, ik kan voor nu weer even mijn normale patta's aantrekken. Dus de werkschoentjes gaan we lekker in het vakkie. Klepje dicht. Zo, hebben we daar geen last meer van. Ja, dit gaat anders met een heftruck in de pompwagen. Gewoon klepje omhoog, rolcontainertje erop. En dan met asfaltbediening hier naar beneden. De rem zit erop. Kan je er niet aflazeren? Hatseflats. Heb je wel eens gehad dat het eraf lazert? Ja, ik heb zelfs wel eens gehad dat het voorste gedeelte. Maar daar reed ik nog voor Albert Heijn, dus dan ben je daar alleen maar mee bezig. Los je alleen maar met de laadklep. Ja. Brak het voorste gedeelte af, jongen. En na de vesting. En dan flikt deel de rambam er zo af. Ja, dat was ook met allemaal bier, omdat het zo zwaar was. Tak, jongen. En ze alle drie voorover. En dan hoor je allemaal pof, pof, pof. Al die flesjes. Ratatata. Ratatata. Nou, jongen. Ja. Bij de een neem je pellets mee terug. En nou neem je kruisjes mee terug. Ja. Lekker Pieter. Pisa, jongen. Ik heb voor jou de papie in. Ja, mooi. Die mag je nog helemaal vasthouden. Ja, het gaat ook eens rap weer door. We kunnen weer verder. Hier, die partij die zegt, nou, ik ga even mijn snorkel in, want ik heb een paar haren die kriebelen. Heb ik gewoon een schuitje in de auto. Hier, een spiegeltje erbij. Even het snortje bij, weet ik. Nou, dan knip ik in mijn lip. Nou, dat moet je niet hebben. Oeh, let op je neusvleugel, jongen. Je knipt er bijna mee. Ja.
Ik heb nog een nagelschaartje. Ik heb nog een. Jezus, je hebt een setje. Je hebt een hele. Nou, joh, een make-up doos hier ook. Ja, maar soms ben je ook weg. Dus dan moet het allemaal wel. Als jij net. Weet je waarom ik die pincet heb? Nou. Ik werk met houten pellets. Oh ja, dan heb je nog wel splinters. Ja, ja. En soms komen ze ook in je schoenen terecht, dan sta je erop en dan zit zo die splinter in je poot. Dan word je niet nou, als je dan nog 10 uur moet werken, ja, dan word je niet relaxed, je er ook van. Nee. Dus toen heb ik eens een pincet. Nou, ik voel hem nog steeds. Hij is nog steeds niet weg. Ja? Zit hij? Moet die, ik jou ook nog even helpen? Nee, dat gaat er zeker zijn voor zitten hoor. Goh, god. Even een vraagje. Wat, wat de kijkers zich misschien afvragen. Ik weet het zeker al. Zou kunnen. Maar plausibel. Ja, maar maf je ook wel eens in deze wagen, of niet? Dat is een retorische vraag. Een retorische vraag? Nee, ja, ik overnacht zeker. Gewoon als het een keer uitloopt of zo? Nee. Daar zijn die ritten al op gepland. Dus als ik bijvoorbeeld een lange rit heb naar België, ik heb veel adressen, ik zit aan mijn rijtijd en aan mijn uren, dan pak ik een terugvracht naar Tiel bijvoorbeeld. Ja. Want daar hebben wij ook een vestiging, dan ga ik het daar lossen. En dan vanuit daar een rit doen, of gewoon als je nog verder rit hebt, dat je gewoon onderweg blijft staan. Want heb je ook wel eens gehad dat als je zeg maar, op een gegeven moment kom je aan die 9 uur pauze, dan kan je gewoon niet verder. En heb je dat wel eens gehad dat je vlak voor Bochum eigenlijk niet meer verder kon rijden? Dat iemand anders het moet overnemen? Dat ligt eraan hoe ver het is. Kijk, stel het is 15 minuten, is natuurlijk niet goed om er overheen te gaan. Alleen 15 minuten, om dan dat snapt de politieagent ook wel, ja. Als je dan even doorrijdt, je bent op de zaak, je stopt er meteen mee, de rest wordt allemaal geregeld. Ja. Stel, je gaat dan iemand vragen, die moet dus naar je toe komen met een busje, moet je overstappen. Je maakt die uren toch wel, dus dan is het net zo, maar als het nou veel verder is, dan ga je of daar blijven staan. Maar ja, niet een kwartier voor Wochnum staan. Zeg. Nee. Maar als het bij Utrecht is, ja, dan zoek je ergens bij Utrecht het op. Dan ga je daar binnen en ga je de volgende ochtend weer verder. Ja. Dat is gewoon te lang. Ja, ik snap wel wat hij bedoelt, meneer Gravity. Mijn god, het lijkt wel NDSM-werven hier, joh. Ga niet even de tunnel schieten en even een leuk plaatje voor Instagram misschien. Komt u maar. Sky goed zo. We hebben de tunnel. We hebben de tunnel bier. Hey, goed gewerkt, chauffeur. Huppatee. Nou, wat is de planning? Kijk, storetje is gemaakt. Dus we gaan er weer van tussen. We hadden hem even bij die eekhoorn ding gezet. Vonden we echt een vet stukje kunstwerk. Nou ramt hij hem er weer even weg. Want hier ligt een of andere plas met allemaal rausbanden. Daar kan ik natuurlijk niet instappen. Kijk eens even. Huppatee. Met de vlam in de vijf scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Ja. Kijk, deze bussen rijden op stroom, via de kabels. Ja. Dat zie je ook altijd in Rusland, toch? Dat ze dat daar hebben. Ja, maar Arnhem is ook net Rusland. Ja, de volgende bestemming. Zijn we een beetje op de, noem je dat, tijdschema, Sjouwie? Zeker weten, kapitein. We gaan heerlijk. Ja, gaat goed? Jazeker. Nou, ja? Top. Op schema. Ja, met mij gaat het heel goed. Oké, mooi. Ja, doe je de groeten thuis? Ja. Oké, super. Nou, dan ga ik ervan doen. Volgende. Ja, daar gaan we. Naar de maan. En weer terug. Hij heeft een lekker band. Dat is nou gedaan, chauffeur. Kijk de klantjes, hè? Je kent de klantjes? Ja, de eerste keer ging niet zo snel. Even kijken waar ik neer moet zetten. Kwam ik hier meteen de combi aan. Moest ik ook met de aardingwagen alleen. Ja, kijk, want dit doe ik nu zo. Ik heb ze aangetrokken, die bandjes. Ah ja, dat is allemaal. Ja. Heb je dan elke dag weer wat anders natuurlijk? Ja, maar wel. Ritten, maar eens in de zoveel tijd komen dezelfde klanten wel weer een keer voorbij. Ja, oké, okay. In die zin dat je ze kent. Ja, ja. Maar ik denk wel een paar honderd van dit adressen. Dus dan blijft het werk ook weer afwisselen. Ja, het is ook wel weer. Het zou zomaar kunnen dat ik hier nu gewoon 3 maanden niet kom. Ja. En daarin zei, pak hem weer. Want we hebben natuurlijk, nou zo natuurlijk is het niet, maar. Ja, we hebben nog 7 van deze combi's en die doen allemaal een beetje dit werk. Wat gaan we nu doen met die motor? Wat we nu gaan doen? Ja. Ik zou het niet weten. Nou, mochten we het terras tegen, dan gaan we daar eventjes zitten en het broodje eten. Maar deze is klaar, dus. Daarna gaan we de aanhangwagen ophalen. Ja, die hebben we vanmorgen gedropt en dan is het nu tijd. Of nee, niet nu, maar zo meteen tijd om die op te pikken. Ja, want Arnhem, Ede, een stukje over de A12. Arnhem. Een vetje gebruiken. Ik heb wel even een vetje gebruiken. Ja, terug van weg geweest. Nu is het licht. Vanmorgen was het donker. We gaan even de aanhangwagen aankoppelen. Goh, hij doet het weer!
Gewoon weer! Oh, jezus. Iets lager. Yo. En zo, dames en heren, worden kinderen gemaakt. Die aanhangwagen is niet helemaal vol. Dus ze missen een pelletje of 5-6 op de achterkant. Ja. Waardoor dus al het gewicht op de voorkant staat, waardoor dus die triangel logischerwijs ook meteen weer naar beneden gaat. Ja. En daar staat hij nu altijd. Je kan ook zien dat de achterkant staat veel hoger dan de voorkant. Als je de ja, hij staat een beetje naar voren. Dus, ja. Ja. Normaal gesproken zet ik hem er een meter voor, stap ik uit, ga ik kijken hoe hoog hij staat, laat ik hem tot de juiste hoogte zakken, maar nu stond jij er toch al, dus ik kan even zeggen, ah, super, ja. Super. Je moet allemaal heel blijven. Ja, we doen even een rangeerknopje, te kijken of hij goed vast zit. Let op de aanhangwagen. Ja, niet heel veel, soms zie je helemaal heen en weer bewegen. ABS, EBS, slippen en kantelen. Kantelen, anti-kantel of zo. Ja, EBS is dat hij voelt dus wanneer hij gaat kantelen, die wagen, en ja, gaat hij vanzelf remmen. Oké. Okay. Dus als ik te hard door de bocht zou gaan. Ja. Ja, dan voelt die aanhangwagen van oei, dit is wel vrij. Hard. Is een beetje link. Als jij nu nog iets harder gaat, dan gaan we... Dus dan remt hij gewoon? Ja. Oké. Okay. Dan gaat hij aan de techniek, remmen. Goed systeem. Het zij. Lucht. Dan kijk ik even daarna, want die zijn rood en geel. Rood is constant. Links is handrem of voetrem. Hoppa. Nou, gaan we kijken of... deze hebben we vast. Want soms met krappe bochten naar rechts komt dit gedeelte gaat helemaal daar naartoe. Dus wat krijg je dan? Dat die slang op de grond gaat hangen. Dat wil je niet. Dus dan doe ik er even een elastiekje tussen. Dan blijft het ook allemaal weer netjes. kijk of ze dit voor mij gelost al hebben. Helaas, staat er nog in. Super. Maar ik kan ook even uitleggen meteen. Ik heb een lostijd met deze vracht tussen 1 en half 3. Dus ik kan daar om... Het is half 2 nu. Perfect. Ja, super. Super. Als we dan kwart voor twee aankomen, ja, zitten we precies in het midden van de holstijd. 3 kwartier eroverheen, ja, en 3 kwartier te vroeg. Super. Dat is niet mooi, hoor. Ik kan je op... Jij... Ja. Ik ben even heel veel kwijt, maar ja. Daarom heb ik eerst een mooi rondje gedaan, want anders ben ik de hele dag die aanhangwagen gaat meeslepen. Hier kwamen we toch al langs, heb ik die aanhangwagen hier neergezet. Ja. Nu terug van dat rondje. Hoef ik hem ook niet 10 keer aan en af te koppelen. Nu hebben we hem eraan, precies in de mooie lostijd. Gaan we hem lossen. En dan gaan we even kijken, het is toch niet zoveel. En anders gaan we hem afstapelen als het wel met de laadklep gelost moet worden. Want dat ene pelletje, die moeten we ook nog lossen. Maar we krijgen ook weer leeg spul terug mee uit, van de Bitfoot. Ja. Nu ook even kijken of de vangmuil goed dicht zit. De hoe? De vangmuil. De vangmuil. Die jij net zei, omhoog of omlaag. Dat is een vangmuil. Nou, dan gaan wij dus even kijken of de vangmuil goed zit. Bang. Ik zag namelijk al van afstand, dat is het middelste van de pen. Dus die moet nog verder zakken. Als ja, deze helemaal vlak af is, dus die zie je niet meer. Dan ziet hij goed. Dan ziet hij goed. Yo! Yo hoor! Ja, nu zijn we weer compleet, jongens. Huppatee, knipje even tussendoor. Kijk, aanhangwagen erbij. Zo hoort het, hè. Zo hoort het. Nu is het even een ander beeld in de spiegel, hè, met zo'n aanhangwagen erachter. Zeker, dit is super dik. Maar let je nou ook meer op het sturen en zo? Gaat dat nu anders? Op het sturen? Ja, gewoon met insturen, uitsturen, nou ja, opsturen. Alles moet wat ruimer en ik moet nu gewoon zorgen dat die henger niks raakt. Ja. Ja. Ja, dus, als je een bocht naar links maakt, steekt die rechts weer een stuk uit. Nee, dat blijft hetzelfde, want ik heb dat is eigenlijk het moeilijkste om mee te rijden. Ik heb een schamelaanhangwagen, molenstel, net hoe mensen het willen noemen, gestuurde aanhangwagen. Maar ze stuurt gewoon mee? Ja, nou, er zit normaal gesproken, je weet wel een caravan toch? Ja. Dat is een bak. Ja. En er zitten 2 wielen onder het midden van de bak. Ja. Dus die kunnen niet sturen. Dus die gaat er gewoon als een caravan achteraan. Ja. Dat is eigenlijk vrij makkelijk. Dat is het makkelijkste waar je mee kan rijden. Dit is echt bijna het moeilijkste, want ik rij ook met LZ2. Maar LZ2 is veel rustiger. Dit is veel zenuwachtiger. Dit is veel sneller weg, omdat enkele asje aan de voorkant. Dus dit is heel moeilijk rijden. Maar het is ook vooruit het allermooiste rijden. Want het zijn net 2 losse bakwagens achter elkaar, zonder uitzwaai. Zoals kierend. Ja, Skidron. Zo, ja, we gaan hier maar even losse dienst. Nou, melden eerst. Nou ja, en dan even losse dienst. En even je werkschoenen aan. Ja, en dan even losse, denk ik. Yes, it's number 43, als ik het goed uitspreek. 43. Dat wil ik ook wel eens in mijn drankje. Liqueur 43. Ik ga wederom weer even een shotje voor jullie maken. Hoe Martijn de War gaat dokken. Of ja, dokken. Volgens mij was het dokken. Kijk, nu zit natuurlijk de aanhangwagen erachter. Dus is het nog een... beetje stuurwerk extra. Hoppatee.
Oh, je ziet nu ook goed wat hij bedoelt met dat hij niet verder uitsteekt. Die as die stuurt dus mee. Kan je goed zien. Kijk, en dan ga ik doen alsof ik wat aan het doen ben. Hè. Ga ik even iets aan doen. Kom maar hoor. Ja, super. Hier, armpje aan het raam. Oh, keurig hoor. Keurig. Hier, weer even een stukje naar voren. Even steken. Ja. Doet hij even. Ook altijd even opletten. Het dok is hier niet zo heel hoog. En de waar is hoog. Hè. Dan laat ik hem altijd even zakken aan de achterkant. Dat je niet toevallig hier onderdoor schiet en tegen je achterlicht aankomt. En dan hoop je weer schade. Zeker. Dat zou zonde zijn. Doe je kraan naar links en dan laat je hem zakken. En dat is alleen de achterkant. Ja, want ik heb ook nog een kraan aan de voorkant, die is vervoerd. Ah. Nou, nu de achterkant gezakt is, deurtjes zijn open, dan is er nog maar één ding. Hij zakt nog meer. Er is nog maar één ding wat er kan gebeuren, wou ik zeggen, of moet gebeuren. En dat is inderdaad doorrijden. Komt ie aan, hè? Even een satisfying momentje. 1, 2. Hoppatee. Ze staan gewoon nog... Waterpas, alsof gek. Een, alsof het één bak is. Ja, ik zeg dat ook tegen de vlog. Ik zeg, ik ken Martijn een beetje. Die gaat zo vaak steken totdat hij perfect staat. Ik heb wel recht staan, ja. Ja. Ik heb wel recht staan. Nou, dan gooien we even in de deurtje open. Dan kunnen we erbij, hè. Kijk hem eens. Nou, een stukje ervan af. Raakt hem net niet. En wat moest er nou uit? Alles. Alles? Ja. Had ik hier opgehangen. Je zou hem op het kopje krijgen. Moet je niet doen. Nee. Dat moet je niet doen. Dat heb ik wel gedaan. Echt heel hard bult in het hoofd. Daarom, ik leg ook nooit mijn balk op de grond. Ik ga er niet mee slepen, want dat doen chauffeurs dus. Dan halen ze hem erachter vandaan en hup, zo over de grond. En dan wordt hij op een gegeven moment rond. Dan haak je weer die inhang. Je moet niet gooien met die troep. Dat heb je zelf gedaan. Mijne zijn nu 4,5 jaar oud. Dat was nieuw. Was pas uit. Alles werkt nog. De clippies, de dingen, alles is nog goed. Hoppatee. En te crossen met dat ding. Zie je nu de hoogte van de klep? Ja, super. Staat hij dan zo'n stuk omhoog? Dus moet je hebt nou op de goede hoogte gezet. Je ziet ook als je hier naar binnen kijkt, jouw camera zie je dat waarschijnlijk niet, maar... Ik denk schuin omhoog. Ja, schuin omhoog, ja, omdat hij achterkant naar beneden staat. Hallo kijkers. Dit is een rondje op de pompbaan. Zijn jullie al hebben, anders ben ik hem kwijt. Ja? Oh, ik laat hem nog heel opstaan. Er komt nog één shortje aan. Ja! Yeah! Hij is weer leeg. Of tenminste, niet helemaal. Deze moet nog mee, maar hier zijn we in ieder geval klaar. Dus klep ik in de red. Huh? Die moet naar Wochnum. Koelenborg. En daarna naar Wochnum. Ja. Zo, dit is een snelle deur, hè. Ja, super. En je gaat top zo. Houdoe, hé, yo. Hey, wat aan. Kijk, ze waren we net nog leeg. En nou komt er ineens weer heel wat bij. Nou, dan kunnen we het zien jongens, de aanhangwagen en de... Motorwagen. De motorwagen. Die zitten nou, die zijn nou aan elkaar gekoppeld. Dit zijn de deuren die openstaan. Het bruggetje ligt uit. Noem je het een brug? Hoe noem je dit eigenlijk? Stichting op de deur. De stichting wat? Nee, een laadklep. Een doorlaadklep. Doorlaadklep. Ja, we hebben dus onverwacht een hele... Zo. Een laadje. Oppas nemen we heel veel nog weer mee terug. En we gaan eigenlijk proberen om deze zometeen in de motorwagen te zetten. Ja, zo kan het ook gaan. Hè. Soms denk je van, ah, dit was het. En dan check je even of er nog wat samen nog mee terug kan of moet. En in dit geval was dat zo. Nou, ik ga ook maar even wat doen. De deuren moeten weer dicht. Martijn gaat deze nog inladen. Waar jullie nu in staan, die zit weer vol. Dat is de wagenlader. Ik ben nu de naam ook kwijt. Nu de aanhanger wordt gevuld, kan ik de deuren dicht doen. Dus dat is top. Zo, dat is één. Dit is al een fucking pad, jongen. Ik loop hier met de kapot in.
Super! Ja, ik moet jullie wel van een ander plekje neerzetten natuurlijk, want anders zien jullie niks. Dat is 3. Wacht, mijn techniek ook niet, dat dit gewoon zo dicht kan. Hier heeft iemand heel lang over nagedacht. Ja, hier gaan we wel, hè. Volgorde weer verkeerd, Martijn heeft het zo gezegd. Eerst deze, dan die. Wat doe ik? Eerst die, dan deze. Yep. Boven ook goed dicht, ja. Shakes! Zo! Nou, en in de tussentijd zijn ze druk bezig met het volhalen van de aanhanger. Kijk. Keurig chauffeur! Keurig chauffeur! Maar hoe staat dit nou in elkaar? Dit kwam als extraatje of zo? Nee, dit is geen extraatje. Als je leeg. Maar dat, hier daar kun je zien. Ik doe het ook niet altijd. Het ligt een beetje aan het werk. Ja. Oh, beuls. Het ligt een beetje. Kijk, als je deze klant 's morgens hebt. Ja. En jij lost 5 plaatsen. Dan heb je echt geen zin in fusten. Want dan staat het de hele dag voor je poten. Ja. Maar nu zijn we zo goed als leeg. We hebben nog één pelletje. En hieraan kan je dus zien dat niet elke collega in dat. Wat ik dus uitleg, als ik de smorgens vroeg kom en moet er een paar lossen, neem ik dat ook niet mee. Geen bus mee naartoe nemen, want wij hebben er nu al 15 mee of zo. Hier staan er al 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. En in de motorwagen heb ik er nog 6. Dus dat is een 5,5 of 17. Ja, je verbijst het raar. Maar dit gaat dan weer terug naar Wognum, zeg maar. Ja, is allemaal weer goed. Dit gaat weer terug naar Palm. Maar dit komt ook bij jullie vandaan? Ja, wij hebben dit ook allemaal gelost. Ja, oké. Okay. We nemen niet spul mee wat niet van ons is. Ja, nee, precies. Nou ja, prima toch. Ja, nu was je leeg, dus ga je het meenemen ook. Ja. Helemaal super. Super! Zo! Morgen! Kindro! Dat is zo lucht horen van de knopje wat ik zei. We gaan hem starten, uitschuiven, deuren dicht. Ja, en je moet nog even kijken hoe ik de deuren dicht heb gedaan, hè. Luchten. Ik heb gewoon vertrouwen. Alles eruit gelazen straks. Ja, het zijn lange dagen met Martijn, maar wel echt leuk, hoor. Ik leer van alles, één grote gekkigheid. Altijd aankloten met z'n tweeën. Nou, we gaan de deuren maar weer dichtgooien. En dan een laatste... Laatste adressie. Nou, het is eerst in ieder geval even tijd om even lekker een broodje te halen, want... Ik lust wel wat. Oh, dit broodje gaat erin, jongen. Ik had toch een trek. We staan even pauze houden. Martijn is weer druk aan het praten, hoor. Die jongen die staat naast een andere trucker. Die herkennen Martijn, dus is even praatje aan maken. Maar ondertussen zijn we echt lekker aan het genieten van het broodje. Tenminste, ik weet niet hoe het bij Martijn zit, maar ik ben in ieder geval heel erg lekker aan het genieten van dit broodje. Want ik had een trek. Oh, dat is niet normaal. Het is momenteel 4 uur. En we zijn vanmorgen vroeg begonnen. Dus we zijn nu al 12. Ja, even zo'n beetje 12 uur bezig. Nou ja, reken maar uit. En ik had wat broodjes mee voor onderweg, maar op een gegeven moment raak ik dat ook wel op. Dus echt lekker dat we nu even een broodje kunnen halen. Dan hebben we daarna nog één adresje. En dan zit de dag weer op. Maar we zijn nog niet klaar. Laatste adressie van de dag. Ja, het is alleen een dingetje dat waar we moeten zijn bij de Faunaland is daarachter. Maar daar mogen we niet in. Dus sowieso verboden voor auto's, motoren, alles. Dus, alles. Dus op zich ook vrachtwagens. Ja, ze ja, dan sta je op het ene moment van de dag op een saai distributiecentrum. En op het laatste moment van de dag sta je even naast een molletje te lossen. Nee? In de stad. In de stad. Oh kijk, nu kun je het nog beter zien, want ik sta nu wat hoger. Hele mooie molen. En ook deze, die heb 4 wieken. Oh ja? Ja, zou je niet denken. Kom die aan, hè? Mazel. Nu, ik heb nou geleerd, nou ga ik het goed doen. Oh, daar. Je drukt ze neer, Pieter. Kijk hem gaan. De meeste mensen laten hun hond uit. En Martijn die laat even zijn pompwagen uit. Ja, zet jij de navigatie nog even aan. Hoppatee. Nou, ik denk zomaar dat we hier moeten zijn. En daar gaat hij, hoor. Ja, super, hè. Ja, kijk uit. Nou ja, wat super zo. Zeg. Ja, had hij even te pakken, hè. Ah, ze moet wel lachen.
voor toeren. Zo'n eentje is naar de vrachtwagen. We gaan hem zo meteen zien. Nou, die breed ook links, dan kun je alleen een meter voor je kijken. Ja, nou daar staat hij hoor. Als auto's en brommers niet mogen, ja, dan doen we maar met een pompwagen. Ik zie geen anti-pompwagenbordje. Oh, daar komt hij hoor. Zo hè. Eind wij. Hoedee! Zo. Ik heb zo'n vermoeden dat dit de kist is. Hai. Gaat hij goed, hè? Hai. Toch wel iets goed vandaag. Nee, we gaan hem hierin doen. Ah, ja, super. Eind wij. Wat een techniek, hè. God, oh god. Systeempie. Systeempie, hup. Klepje dicht. Hoppa. Zo kunnen we dus volle vrachten laden. Of hem ook opladen. De pompwagen zelf. Onder in de auto. Ja, dat de pompwagen geen ruimte inneemt. Juist. Maar ook opladen. De accu van de pompwagen. Nou, maar top. En dat doet hij alleen op het moment dat de motor van de vrachtwagen draait. Dan trekt hij de accu leeg. Ja. Zo, het enige wat Martijn nu nog aan het doen is, is weer de aanhanger koppelen. Die hadden we hier even gedropt. Dat heb ik volgens mij niet gefilmd, maar die hadden we in de buurt even snel gedropt. Om die laatste pallet zo snel en zo makkelijk mogelijk te kunnen lossen. Dus de aanhanger is weer vastgekoppeld nu. Dus er staat nog maar één ding op de planning. En dat is lekker terugtoeren en richting Bochum. Dat was hem voor vandaag. Dat was hem voor vandaag. En dat gaat heel snel, hè? Moet je opletten. Hoppatee, we zijn er weer en in stijl hoor. Ja, hij staat weer, maat. Het is mooi geweest. Heel wat werkdag erop gehad. Ik heb superveel gedaan. Morgen spierpijn van de deur dicht doen. Wat niks doen, van zitten. Nee, ik vond het leuk, man. Ja. Ik vond het echt leuk om een keer mee te gaan. En leuk ik... even filmen. Ja. Ja, ik had aan het begin van de vlog gezegd dat ooit is dit idee 2 jaar geleden al een keer in de DM besproken. Echt heel lang terug. Ja, voor we elkaar kenden. Was dat vissen? Ja, vissen. Ah, dan ben ik in de war met vissen, denk ik. Ja, ik denk al, want we hadden ooit heel lang geleden al een keer een idee om iets te doen. Maar ik dacht altijd dit was vissen. En dat heb je toen voor KWO gegeven. Nou ja, maakt verder niet uit. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Ik vond het leuk, ja, wel mij, joh. Nee, ik vond het lachen omdat we kennen elkaar nu een jaar. En eigenlijk altijd als we elkaar zien, gaat het over auto's, biertieten en weet ik wat allemaal. En niet over vrachtwagens. Over vrachtwagens, ja, weet je. Ik vind het lachen om dan gewoon te zien hoe... Dat je met je vader al mee bent geweest. Ja. Dus je weet wel een beetje hoe het is met vrachtwagens. Ja, precies. Ja. Eeuw, mazzel, hoi. Ja, het is wel echt een heel verschil in vergelijking met wat met mijn pa doet. Ik zei al eerder tegen Martijn van ja, mijn pa en ik hebben dan 2 momenten dat we laden en lossen. En voor de rest, hup, zo het buitenland in en gewoon kar. En dat is gewoon heel mooi. Ja, alleen maar sturen en naar 1 of 2 adressies en dan weer terugvrachten. Ja, dat is niet echt mijn ding. Ik vind het wel leuk voor een keer, maar het is niet mijn vaste werk. Nee, want hoe laat is het nu? Het is 7:30 nu, hè? Ja. Dan hebben we... waren hier om 16:30. Ja. 16:45. Nu 7:30. Ja. Oh, een lange werkdag. Hey. 15 uur, hè? Ja, 15 uur. Kijk al. No, joh. En ik zei ook nog van, we pakken wel even terrasje Nijmegen. Ja, was klopt, niet helemaal het adresje wat ik had gedacht. Want ik heb er ongeveer 4, 5 van die drankhandels, bierwinkels, noem het allemaal maar op. Dat is wel jammer, want Nijmegen is wel erg gezellig. En net zoals Arnhem. Maar die zat er ook net buiten het centrum. Dus dat was net niet lekker. En omdat die wagen nog te parkeren. En we hadden het eigenlijk best wel druk. Want ja, het weer betrok ook een beetje. Dus ja, weet je. Dat ook. Dus het was ook niet heel gezellig meer om op het terras te zitten. Daarom. Dus daarom hebben we uiteindelijk even lekker bij het tankstation even gebruikt. De rest houden we nog te goed. Ja, dat komt wel goed. Het is tijd om lekker naar huis te gaan. We hebben 15 uur erop zitten. Nou ja. Ja, zitten. Jij werken, ik zitten. En het is mooi geweest. Weet je hoeveel kilometer eigenlijk? Nee, daar ben ik wel benieuwd naar. Doe ze ook. Ik denk dat wij vandaag hebben gereden. Normaal gesproken als ik dan ga stormchasen en dan door heel Nederland rij, zeg maar. Dan hebben we 600 kilometer erop zitten. Maar het is nu ook binnendoor van plek naar plek. Dus ik denk 800-900 kilometer. Nee joh, nee. Meer nee, of dat, minder? Nee, veel minder. Veel minder? Je kan maar 85 gemiddeld, hè? Of in ieder geval gemiddeld. Dat is eigenlijk wat hij maximaal kan. Ja, kilometer per uur bedoel. Ja, kilometer per uur. Maar stel, je, met dit soort werk haal je eigenlijk de 65 kilometer per uur. Ja. Met het losse laden. En wat je, dus als je met 10 uur mag rijden, kan je max 650 kilometer. Ja. Dus met, wat hadden we uitgerekend vanmorgen? Nee, qua adressen, wat hadden we geteld? 10? 8 volgens mij. 9. 9. Gaan we 9. Dat zit er tussenin. 9. Dus als je 9 adressen hebt en je maakt, want we hebben 528 kilometer gemaakt, heb je wel goed gedaan. Want als je in 10 rijuren ongeveer 650 gewoon echt rijden, ja.
En dan, als je echt alleen maar zoals je vader bedoelt, dan kan je er 700 maken. Ja, oké. Dan heb je 70 gemiddeld. Ja. Nou, ik moet ook zeggen, we hebben best wel doorgekacheld als zijnde van plek naar plek. We hebben niet file gehad of whatever, of mega lang moeten wachten. Ja, één keer hebben we echt een uur ergens staan laden weer, dat we extra wat meenamen. Ja. Maar voor de rest... Prima dagje zo. Helemaal super. Lekker doorgegaan. En dan gaan we eten en ik heb honger. Ja, en dan gaan we van 520 pk naar 298. Ho, 300. Ja. Nee, ja. Haal het net niet. Maar er komt nog een goede turbo op en dan gaat hij wel. Ja, haalt het wel. Tenminste, jij gaat naar de 300 en ik ga naar de plus minus 200. Dus dat gaat super. Maat, ik wil je hartstikke bedanken voor vandaag. Het is gezellig bij elkaar is dit, mijn vrachtwagen. Ja, de pk's, ja. 200, 500. Hey, weet je wat wij doen? We combineren de boel gewoon. Ja. Vastlassen die troep. Ja, echt zo. Nee, ik ga lekker op Huzan, ik ga lekker eten en... goed, smakelijk. Spreken we elkaar van morgen. Zeker. Houdoe, hé! Zie je de vlog wel. Yo, masso! Zo, hé. Oh, dames en heren, jongens en meiden. Ik ben als een blok even op de bank hier in slaap gevallen. Ik wil ook wel aangeven dat het een hele leuke dag was. En dat ik het natuurlijk niet gewend ben. Maar ja, ik heb even snel de vlog voor morgen ingepland. En dan is het voor nu voor mij tijd om deze vlog af te sluiten. Ik hoop heel erg dat jullie hem leuk vonden. Ik heb het zelf in ieder geval mega naar mijn zin gehad. Volgens mij is het een super lange vlog geworden. Ik heb nu nog totaal geen idee, want ik heb de beelden nog niet overgezet op mijn computer. Dat ga ik na dit shot doen. Dat kan een half uur zijn, het kan een uur zijn, misschien ertussenin, misschien drie kwartier. Ik heb geen idee, maar ondanks of je lang is of niet, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Het is heel veel aangevraagd, ook in mijn DM's en in mijn comments. Van, joh, wanneer ga je met Martijn wat doen? Want jullie zagen wel online dat Martijn en ik af en toe met elkaar omgingen. Maar er waren wel wat vragen van, joh, wanneer gaan jullie samen wat doen in een video, als in vrachtwagen dingen. En vandaag was het zover. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht dat zo zijn, vergeet dan zeker weten niet dat blauwe duimpje omhoog te klikken. En hier beneden te abonneren als je meer van mijn dagelijkse vlogs wil zien. Ja, ik ben een beetje vaag van mijn powernapje van echt 20 minuten. Maar ik ben gewoon als een blok in slaap gevallen. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is wel trusten. Maar ook tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog, jongens. Later.